Als ik een hart onder de riem nog mag steken, er zijn een aantal tendensen die denk ik gaan leiden tot terug dichter bij huis komen. We weten dat, gezien dat, dat de mensen vergrijzen, letterlijk. Hè. Dat is op een zeer mooie manier gedaan. En maar de bevolking leeft langer, is soms ook iets minder mobiel. Dat we, en gaat daardoor ook vaak in centraal wonen terug. Die mensen hebben nood aan handelszaken dichtbij. Deze 100, 200 meter te voet kunnen gaan bereiken. Die gaan niet naar een shoppingcentrum. Je hebt zelf alleen maar de kinderen die komen halen. Of wat dan ook, verder gaan we beperken op die kinderen. Ja, op die kinderen hebben zo'n bond gekregen met een verjaardag. Voilà, en dat is bij mijn dochter gebeurd. En dan werkt dat op een positieve manier. Ja. En werkt dat op een. Dus het is vandaar die initiatieven zijn. Maar die tendens is een belangrijke. En wat ik ook begint te zien, mensen die inderdaad met twee gaan werken, steeds meer. Maar het thuiswerken begint ook aan te kennen. Niet dagelijks, maar er zijn heel veel mensen die een halve dag, een hele dag of twee halve dagen thuis werken. En die dat combineren met rap inkopen doen. Ja, als je dan een goed aanbod hebt in de kern van je gemeente, en dat is natuurlijk wel een aanbod dat we op elkaar afgestemd is, hè. Dus niet wat verspreide winkeltjes, een aantal zaken die dicht bij elkaar zitten en die elkaar ondersteunen, dan gaan de mensen dat daar doen, die inkopen, want ze hebben niet zoveel tijd. Dus tendensen die interessant zijn en die eigenlijk volgens mij tot gevolg gaan hebben dat handelaars van bij ons, onze eigen mensen, dat die terug meer kansen gaan krijgen op voorwaarden dat ze het goed doen. En dat van die fantastische ideeën komen, zoals deze 10.000. Ja. Wat mij ook pleziert is de samenwerking met het gemeentebestuur. Ja, want wij zijn een organisatie die kritisch moet zijn naar de overheid, maar de stem van ondernemers moet laten klinken. Maar we zeggen altijd, we gaan niet met problemen, we gaan met oplossingen. Dus, last but not least wil ik de klant bedanken. Ja, zeker best. En eigenlijk een bijzondere klant, want dat is ook een partner, want we werken vaak samen, twee jaar. Doen zeer goede dingen nog. Dus ik vind het echt plezant dat een bijzondere klant als PWA deze prijs vindt. We waren al blij dat we konden iets organiseren rond die 10.000ste, als stimulans naar de feestdagen toe. Maar dan kwam de burgemeester met het idee, kunnen we er iets mee aan doen, dat de mensen bloemen kunnen winnen. Die worden dan ook weer gekocht bij de plaatselijke bloemenwinkels, die onze bon ontvangen. Dankjewel, ik ben de voorzitter van de Raad van de Stichting van de Raad van de Stichting van ons PDA. Dankjewel. Kan je ook nog iets van krijgen? Ja, ik ben voor de dat kan ik bedanken voor de komen. Zeker bedankt voor de komen. Dankjewel. 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 Dankjewel.